enge vrouw, een enge oude vrouw of zo. Je weet het maar nooit. Een fanmail of zo, ik weet niet wat het is. Ik ga gewoon laten zien wat ze op Facebook heeft geschreven. Duimpje omhoog, massaal abonneren. Mensen, dit is weer een nieuwe video. Was de famous rook weer. Trouwens, want jullie hadden lekker veel reacties gelaten. En zeker weten, ik heb weer eentje uitgekozen. Het is spannend, ik maak het nog even spannend. Ja ja, het is een hele mooie naam trouwens. Maar mensen, wat moet je doen als je op de Cast of Fame wilt? Plaats even een reactie dat jij in de Cast of Fame wilt. Degene die al is geweest, hoeft niet meer te reageren. En ja, dan laat ik ook andere mensen op de Cast of Fame komen natuurlijk. Mensen, ik ga jullie niet in spanning houden. 1, 2, 3. Hoppakee, it's Michael. Jawel. Jawel, it's Michael, jij hebt gewonnen, hartstikke vet, jij hoort ook op mijn kast. En ja, dat is leuk jongens. Nou, laten we gewoon met de video beginnen. Oké, pak de camera, pak de camera. Oké, mensen, ik heb dus vanochtend heb ik een pakketje binnengekregen. En ik dacht dus dat het een leuk pakketje was van wat ik besteld had. Maar nee hoor jongens, het is een ander pakketje. Het is een raar pakketje. En ja, ik heb dus een bericht van haar gekregen. En ja, ik weet niet, oh shit, ik weet niet of ik moet kijken trouwens. Maar ik ga toch kijken. Ik ga gewoon laten zien wat ze op Facebook heeft geschreven. En we gaan gewoon kijken, mensen. Daar gaat hij. Ik wil dat je in dat papiertje kijkt. What the fuck, mensen. What the fuck. Dat papiertje heb ik dus in de ochtend in mijn brievenbus gehad. En laten we gewoon kijken wat het is. Ik vind het wel een beetje spannend en eng. En ja, ik ga gewoon kijken, mensen. Fuck it. Ik ga jullie niet meer erg in spanning blijven. Want dit is het pakketje. Het is nog niet eens mooi gevouwd. Eerlijk is eerlijk. En alleen het rare is dat ze dus wel blijkbaar mijn adres weet. En dat vind ik het enge ervan. Er is dus een chick die dus een soort van stalkt. En mijn adres heeft. En ook nog mijn Facebook. Ik vind het eng worden, mensen. Ik vind het raar dat iemand zo bezig is met iemand, waar diegene woont, wat die doet, wat voor hobby die doet. Want ze weet denk ik alles. Ze wil nog eigenlijk niet zeggen wat ze van me weet, anders had ze al gezegd wat ze allemaal van me wist. Maar ze weet dus wel mijn adres. En dat vind ik eng. En ja, dat vind ik eng. Kijk, weet je wat het is? Ik ga straight met jullie zijn. Ik ga dat pakketje nu openmaken. Ik ga niet om likes vragen om het pakketje open te maken. Want ja, dat is alleen maar spanning opbouwen. En dat wil ik niet op Pretty V doen. Ik ga het openmaken, mensen. Ik ga het gewoon fucking openmaken. Oh my god. Oké, fuck it. Wat is het? Serieus. Een mobiel. Het is een fucking mobiel, jongens. Wat moet ik hiermee? What the fuck? Wat moet ik met zo'n kutmobiel? Serieus. Heeft Santana dit denk je gestuurd? Ik denk het wel. Alleen, ik weet überhaupt niet wat ik met deze fucked up mobiel moet doen gewoon. Wat moet ik met deze mobiel doen? Ik moest in het papiertje kijken, maar ik heb nou gewoon een mobiel wat gewoon echt super skeer is. Ik heb gewoon een iPhone, no pain. En zij stuurt een fucking Samsung mobiel. Is het een fanmail of zo? Ik weet niet wat het is, maar het is überhaupt super raar. En het idee is gewoon gek dat iemand een mobiel geeft, terwijl dat je niet... Wat moet je hiermee? Serieus? Wat moet je met dit ding? Zit daar überhaupt een batterij in? Dat is wel grappig. Jongens, ik heb wat gevonden. Ik heb wat gevonden, mensen. Ik denk dat Santana dus haar nummer heeft gezet. Ze heeft haar nummer hier opgezet. Dus als jullie willen dat ik Santana ga bellen, doe dan allemaal een duimpje omhoog en abonneer massaal op mijn kanaal. En dan ga ik Santana bellen. Ik weet nog niet eens of dit van Santana is hoor. Maar we gaan kijken wie het is. Straks krijg ik een fucking enge man aan de telefoon. Je weet maar nooit. Straks krijg ik een fucking enge vrouw. Een enge oude vrouw of zo. Je weet het maar nooit. Maar jongens, er is gewoon een nummer hier. En moet ik die de volgende video bellen of niet? Als jullie willen dat ik de
telefoonnummer ga bellen. Doe dan allemaal een duimpje omhoog, massaal. En abonneer massaal op mijn kanaal, serieus. En zou ik Santana nog wat sturen? Ik ga wat sturen. Ik wil van haar weten wat zij van mij wilt. Dus dat ga ik vragen. Wacht. Ik ga zeggen, jongens, ik ga zeggen wat zij allemaal weet van mij. Wat weet je van mij? Vraagteken, vraagteken. Gaan we kijken of ze reageert. Want ze reageerde niet op het eerste dingetje. Dus het kan zo zijn. Ik ga nu laten zien wat ik gestuurd heb en dat het real is. Hier staat wat wil je van mij? En hier staat, wil je dat papiertje, dat je dat papiertje kijkt. Dus mensen, het is allemaal echt. En we gaan gewoon verder met het avontuur. En ik weet niet wat ik moet doen, jongens. Zou ik dat nummer gaan bellen of niet? Het ligt helemaal aan jullie. Ik denk dat ik ga weer. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Duimpje omhoog, massaal abonneren. En ik zie jullie weer morgen. Later.